blokjes. Ja! Is de sneeuwbal plaats, Lua? Goed zo, schop met de kabouter gaan. Naar binnen, schatje. Goed zo! Dat was de sneeuwpop. Een hele grote. Zella. De laatste grote sneeuwbal. Zeg maar dag, knushuisje. Nee, we liggen thuis, hè? Volgens mij gaat Lucilla's en alle bagage. Ben je goed vast? Ja. Wauw. Leerzame. Ik ben zo sorry. Ik heb niet een appel. Op vakantie in winter, in winterland zou ik zeggen, in Winterberg. Alleen vandaag is het helaas het allerlaatste dagje dat we ons huisje gaan verlaten. Kijk, de sneeuwpop staat er heel treurig bij. Kijk, die denkt ook, Bellinga's, waarom gaan jullie nu? Maar helaas, het was voor ons eigenlijk nog te kort. Ja, we zijn er een week geweest en we zouden nog wel een week kunnen blijven. Zo leuk dat de kids het vonden. En schatje, vond je het ook leuk? Ja, dus vanochtend wel weer druk alle koffers in. Ja, is dat de sneeuwpop? Papa. Had papa die gemaakt? Ja, dat is de ijs. Oh, oh. Ja, hij is gevallen. Hij is gesmolten. Zie ik kijk. Ja. Ja, dus dit is ons laatste ontbijtje hier gezellig gaan aan de tafel. En we gaan zo alle spullen kijken. We waren trouwens nog even een vlog aan het kijken van gisteren. Ja. Hoe de kinderen van de piste zijn gegaan. Ik moet wel echt zeggen dat de kinderen echt super stappen hebben gemaakt deze wintersportvakantie. Dat ze echt opeens super veel goed, in mijn ogen goed, konden skiën. Blauwe zelfs Lucilla ook. Rode hey. Blauwe piste, rode piste. Helemaal ook helemaal alleen. En Luan ook hartstikke goed. Ik heb de beeldjes gezien. Ja, papa is er niet bij geweest, maar hij heeft wel de vlog gezien natuurlijk. Het zijn lange vlogs geworden, ik weet het. Maar we vonden het gewoon heel erg leuk om toch vast te leggen hoe de kinderen gewoon helemaal op hunzelf gewoon de berg af konden. En ook zo hoog. Dus, hopelijk volgend jaar weer. Nou, en wij kijken even de vlogjes. Eet smakelijk! Ondertussen hebben we al heel wat koffers en dingen ingepakt. Staat er al een beetje in de gang klaar om straks een auto te brengen. Ik zie het erbij. En we gaan eventjes de hondjes uitlaten. En natuurlijk een beetje een soort van afscheid nemen van de sneeuw. Want ja. Ja, wordt het glad? Oeh, het is glad inderdaad. En het is echt een beetje. We zijn hier buiten aangekomen. De kinderen willen nog even lekker spelen in de sneeuw. Pak hem, Lucilla, pak hem. Ja! Bijna. Wat doen ze nou, Luxie? Hé, hey, wat doen ze nou? Ga jij ook rennen? Gaan ze sneeuwbal gooien? Ja, maar het is een sneeuw, hè? Is de sneeuwpop gesmolten? Ja, is die gesmolten, de sneeuwpop? Kijk, de sneeuwpop is helemaal weg. Zie je dat? Nou ja, hij is niet helemaal weg. Het hoofd is eraf gevallen. Wat is er gebeurd met de sneeuwpop, Lucilla? Uh-oh. Uh-oh, is het hoofd eraf? Papa, waar is het hoofd? Ja, papa gemaakt, hè? Het hoofd is afgevallen door de warmte. Dan smelt hij en dan zo, boem, valt hij op de grond. Nou, dag sneeuwpop. Dag sneeuwpop. Ik denk dat jullie er eerder last van hebben dan de sneeuwpop. Nee, je moet het helemaal boven doen. Ik denk dat hij vast staat. Nee, ik heb hem. Ja? Ja, ik voelde hem. Ik voelde hem. Nou, ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Bijna, 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 bijna. Mama, ik heb weer een gat gemaakt. Heb jij een gat gemaakt? Eens kijken. Ja, ik ook. Oh ja. Mama, kijk. Ja. Hier. Ja. Oh ja. Ik denk echt dat jullie veel harder moeten schoppen, want dit gaat hem niet worden. Ja. Die sneeuwpop blijft gewoon voorop staan. Wat? Oké, mam. Dan gaan we naar de gat. Oh. Oh. Wat ga je doen? Oh, daar komt Lucilla aan met een idee. Oh jee. Oh jee. Kijk, weet je? Hij is nog steeds niet gesloopt, jongens. Dit is volgens mij het lastige klusje dan gedacht. Wow. Dit is weer verkocht. Oké. Wow. Kijk. Dit schiet op. Zo, ja. Ja, goed zo, Luan. Goed zo, schop maar de kapot. Ja. Goed zo, Zil. Goed zo. Kijk eens, kijk daar gaan. Oh, die sneeuwpop die is eraan, hoor. Er is niks meer van over. Bijna.
1, 2. Goed zo. Goed zo. Goed zo, jongen. Ja. Kom zo snel binnen, binnen, schatje. Wil je naar binnen? Kom maar. Ja. Kom maar. Ga maar naar binnen. Luxie die vindt het wel weer goed geweest met de sneeuw. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja. Dat bovenste puntje. Ja. Goed zo. Hey, goed zo. Moet ik het doen? Volgens mij is het nog meer werk om de sneeuwpop af te bouwen dan op te bouwen. Ja. Dan gaat Lucilla weer. Lucilla geeft niet op, hè, Sil? Ga je naar binnen, jongen? Ja. Lucilla gaat nog even door. Zal mama er eens een schop tegen aangeven? Ja. Ga ik even filmen? Ga jij mij filmen? Oké. 3, 2, 1. Dit gaat goed op ziekte. Oh, lekker joh. Zo. Sorry, er zit een beetje sneeuwpop op de lens. Zo, is het zo goed? Sneeuwballen, papa. Oh jee. Kom. Nou, dat was de sneeuwpop. Wow. Oh jee, oh jee. Oh nee, tegen mama. Oh, Boefie. Oh, niet te dicht, hè? Niet te dicht op elkaar. Ah, mispoes. Ah, mispoes. Oh jee, oh jee. Daar ging je bal, jongen. Als je niet meer wil, zeg je time-out, hè? Oh, jongens. Hey, je moet de sneeuwbal naar Luxie gooien achter het glas. Zo, ja. Oké, gooi maar een sneeuwbal. Oh. Mama's doen? Kijk. Luan, komt ie, hè? 1, 2. 1, 2. Je moet hem hoger gooien. Hier. Oké. Okay. Komt ie, Luan? 1, 2. Een hele grote, hè? Deze? Oeh, oh, dat is inderdaad een hele grote. Ja, weet je het zeker? 1, 2. Ja, zo vindt hij het wel leuk. Zo lacht hij wel, hè? Zo lach jij wel. Wat is er dan, Luxie? Wat doet mama nou? Ja, yes, sneeuwbal. 1, 2. Oeh, goed zo. Ja, 1, 2. Goed zo. Nou, nu gaat Lucilla binnen staan. Oké. Okay. Ja, dan gaan we op jou een sneeuwpop gooien. Of een sneeuwbal gooien. Zie dat snoetje dan? Lucilla. Oké. Ja, heel hard. Hallo. Lucilla. Ja. Oké. 1, 2. Oh. Hier nog. 1, 2. Oh, midden in de roos. Een hele grote. Nou, Lu, zoek nog eens even een grote. Nee. Nog groter. Zo. Zo, ja. Nu een dubbele. Hij zit helemaal hier tussen. Wil jij weer gooien? Ja, die wil ik.
Lucilla wil je gooien. Anders gaat mama erachter staan. Waar gaan we dan? Ja? Gaan jullie naar mama gooien? Ijskoude handen. Ja, ik heb ook ijskoude handen. Oké. Nou, Luxie, wat zijn ze aan het doen dan? Ja. Ja, oh ja, oké. Oh. Ja. Oeh. Ja, wat doet ze nou, Luxie? Tegen jouw neus. Kijk, tegen jouw neus. Oh. Je schrikt er wel van, hoor. Oeh, zag je dat? Allemaal sneeuwballen. Ja, sneeuwballen op je neus. Nee, ze zitten achter de ramen, hè. Dus ze voelen het niet echt, zie je dat? Ze kunnen het wel zien. Wat is dat, Luxie? Wat doet Luan? Gaan ze weer een sneeuwbal zoeken? Mam? Ja? We gaan hem ruilen. Kijk, koude handen. Oh, jongen. Ja, ik had de handschoen al ingepakt. Net als ik een prikje krijg. Oh, echt? Oké. Ga je een sneeuwbal met een schep maken? Zullen we je even helpen? Doen we zo? Nee, jij moet de schep. Ik heb de handschoenen al ingepakt, jongens. Als jullie denken, waarom heb je geen handschoenen aan? Dan zit het diep onder in de koffer. Kijk eens, doe deze maar gooien. Nou, op Luan en op Luxie, ja? Ze staan er allemaal klaar voor. 1, 2. Yo! Luxie. Wat was dat, Luxie? Ja, er liggen hier inderdaad heel veel sneeuwballen voor de deur. Gaat er weer een, hè? Oh, bevroren handen, maar dat maakt niet uit. Oké. Oh. De allerhardste bal. Die kun je vloggen. Nou, gaat hij, hè? Ja. De laatste grote sneeuwbal van deze wintersport, hè? Komt-ie. Ja, gaan we deze gooien? Ja. Oké. 1, 2. Hey! Zo, nou en al die sneeuwpret nog even opwarmen op het bankje. Hè? Zeg maar dag, knushuisje. We hebben van je genoten en hopelijk tot volgend jaar. Oh, en de sneeuwpop is helemaal fijn gemaakt. Opgeruimd staat netjes. Nou, Luxie, heb jij papa geholpen met de keuken inpakken? Kijk, dit zijn de keukenboodschapjes die nu de heuvel opgetild moeten worden naar de auto. Ja. Hi. Ja, hi. Dank je, de keuken. Lucilla zit hier nog even. Ah, met Woezel, Pip en Sammy. Ja, zijn een beetje jaloers. Ik kan lekker. Ja, gaan jullie het huisje missen, hè? Nee. Nou, ik ga eventjes 5 keer op en neer lopen met alle bagage. Ja, dat is goed. Kijk, want hier heb ik net van boven alle koffers naar beneden getild. Die varen vanochtend met de kistlift ingepakt. Dus dat wordt 1 keer lopen, 2 keer lopen, 3 keer lopen. Dan bedoel ik vanaf hier het heuveltje op naar de auto daar. Kijk, dat is helpen. Top. Super snel. Hey, zeg je dag, huisje. Dag, huisje. Ga je missen. Zo. En als laatste, Sammy. Nou, het huisje zit weer in de auto. Oh, Luxie. Oh, Luxie, kom maar. Niet ja. Nou, we gaan. Zeg maar dag, mooi huisje. Hopelijk tot volgend jaar. En daar is het bordje Ausgang. Dag mooie pistes. We hebben van je genoten. Maar we zijn weer thuis. Zo, Lu. Nou, we zijn weer lekker thuis, hè? Ja. Volgens mij gaat Lucilla zich verkleden weer, hè? Als een vee. Nou, Lucilla gaat weer lekker verkleden. Luxie is ook lekker aan spelen. En dan gaat mama even de auto weer pakken met papa. Wil jij ook vee zijn? Heb ik het voor jou. Wil je weer vee zijn? Volgens mij is Luxie met de auto aan het spelen, Luxie. Luxie vee? Luxie met de toetoet. En alle bagage. Weer naar binnen. Breng je Sammy weer naar Sammy's eigen kooi? Ja. Heb je hem goed vast? Ja. Oké. Heel goed, jongen. Nou, even kijken. Kinderen hebben altijd kussens en dekens mee. Als we lang in de auto zitten.
allemaal eten daarin. Ja, heeft die eten gesprokkeld. Hier even. Oh ja, dat is een favoriete slaapplekje, hè? Ja. Ja. Hey Luxie, heb je een bed gevonden? Zo, en we doen er weer in. En Sammy er weer in. Dag Sammy. Ja, even snuffelen. Hé, hey. Ik ging hem snuffelen. Dat is weer jouw lekkere huisje. Ja, je bent weer thuis. In je eigen kooi. Oh, kijk, daar hebben we Vlindertje. Wat ben je? Elfje? Elfje. Elfje, Lucilla. Prachtig, schatje. We zo'n rondje draaien? Wauw. Heel mooi. Dan hebben we hier de grote koffer pas op de voeten. Ik heb de vuile was al gesorteerd toen ik straks de koffer ging inpakken. Dus de vuile was die zit hier. Dit kan allemaal in de wasmand, zo regelrecht. En daar zit de schone was, wat gewoon weer terug kan in de... In de kast, Luxie. Wat ga je doen? Hallo. Speelgoedtas op je kamer. Ja, speelgoedtas. Zet je die maar op je kamer, Sil. En Luan die zoekt natuurlijk weer zo'n box. Die moet hier ergens in zitten. Waar zit hij in? Welke hoek had je hem gedaan? Was het misschien toch de blauwe koffer waar die in zat? Het is ook wel weer fijn om nu lekker thuis te zijn. Ja, van zo'n vakantie is natuurlijk hartstikke leuk, zo'n wintersportvakantie. Maar het is altijd wel een beetje een intensieve vakantie, omdat je natuurlijk heel veel overdag aan het skiën bent. En over de... hier kom je. Mama? Hier, moet je door. Kom maar door. En ik best wel spierpijn heb in mijn benen. Daniel heeft trouwens ook best wel spierpijn in zijn benen. Want die heeft ook, toen ik met de kinderen in het huisje bleef, heeft hij ook heel veel geskiet. Omdat hij het ook nog goed wil leren. Dus dan moest hij echt even flink wat meters maken. Zo. Dus hij heeft ook best wel spierpijn in zijn benen. En ik heb ook best wel spierpijn in mijn benen. Omdat ik natuurlijk ook met de kinderen van de rode piste ben geweest. Hey. En dat moet je toch best wel veel gewicht tegenhouden, zeg maar. Hey. Waardoor je je kuit een beetje voelt trekken. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het is natuurlijk gewoon spierpijn. Het gaat vanzelf over. Ja, en buiten omdat we natuurlijk lekker overdag hebben geskiet en zo. Moet ik er wel bij zeggen, dat zie je niet in de vlog. Ik denk, ik zeg het een keertje. Want jullie zijn er misschien niet altijd van bewust. Maar Daniel en ik hebben echt s'avonds heel veel gewerkt om al die video's, alle content die we hebben gemaakt. Heel veel content. Om daar een video van te editen. Ik heb het geëdit, zeg maar. Ik edit eigenlijk altijd alle vlogs. Alles wat je online ziet van mijn video's heb ik zelf geëdit. Ik maak ook zelf de thumbnails en de titels. En dat is best wel heel veel werk. Als je heel veel beelden maakt en heel veel skiet in de actioncams. En Daniel had een camera, ik had een camera. Al die beelden door elkaar heen. Dan maak je toch best wel heel veel beelden. En ja, zijn we gewoon echt nachtwerk hebben we eraan gehad om al die vlogs te editen. Vinden we helemaal niet erg, want het is natuurlijk ontzettend mooi om dat vast te leggen. Vooral ook voor de kinderen als herinnering voor later. Dat ze kunnen terugkijken hoe de wintersport was. Hoe ze het hebben geleerd en dat soort dingen. En als we het dan zelf terugkijken, krijgen we ook zelf ook weer voldoening daaruit. Dus dat is eigenlijk ook echt waarom we dat doen. En als ik dan klaar ben met editen, dan is Daniel degene die het dan online gaat zetten. Die het in gaat plannen op de goede datums. Die de social media posts bij maakt en dat soort dingen allemaal. Dat doet hij dan daarna. Dus hij moet ook echt wachten tot ik klaar ben. Want als ik pas klaar ben, dan pas kan het ook online. Dus af en toe hebben we best wel late dagjes gehad, zeg maar. Dat we nog heel veel aan het editen waren. Dus heel veel gezellige avondjes met een wijntje op de bank. Eigenlijk hebben we dat niet gehad. Maar dat maakt niet uit, want overdag waren we wel weer lekker met de kinderen. En lekker aan het skiën. En ja, gewoon superleuke vlogs gemaakt. Hopelijk hebben jullie er ook een beetje van genoten. Hebben jullie ook een beetje kunnen meemaken hoe dat allemaal gaat. Als je met jonge kinderen gaat skiën in de bergen. En hoe het er allemaal... Ben ik scherp? Ja. Hoe het er allemaal aan toe gaat. Ik vond het heel erg spannend. De eerste keer met de kinderen in het liftje. Omdat je daar natuurlijk de kinderen even moet optillen om in het liftje te komen. En dan is het altijd gewoon een beetje spannend. Er staan wel mensen bij die je een beetje kunnen begeleiden van de ski-lift zelf, zeg maar. Maar toch is het altijd een beetje spannend. Gelukkig hadden we super lieve, supergoeie leraar ook, Lester, bij ons. Waar ik eigenlijk sowieso al een heel fijn gevoel bij had van oké, als hij erbij is dan komt het sowieso wel goed. Want hij kan zo ontzettend goed skiën. Hij is professional daarin. Dus hij kan echt gewoon heel erg goed skiën. Hij skiet al vanaf zijn tweede jaar. Hij is 21 en hij skiet al vanaf zijn tweede jaar. Dus hij skiet al 19 jaar. Dit is echt gewoon zijn professionele beroep, zeg maar. Dus ja, dat voel ik me al heel erg fijn om met hem de bergen in te gaan. En de kinderen, ging dat ook gewoon op de kinderen over. Omdat hij zo vet relaxed en chill. Wow, kom maar, hoppa, lekker van de piste. Waren de kinderen ook zo chill. En ook voor de liftjes waren hun helemaal niet zo zenuwachtig als dat ik was toen ik vroeger kind was. Kan ik me nog een beetje herinneren. Vond ik altijd heel spannend om in de liftjes te gaan. Hun hadden dat helemaal geen last van, omdat hij zo chill was. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Dan hebben hun dat stapje ook gehad, zeg maar. En ik hoop dan als we dan de volgend jaar weer gaan. We willen echt wel elk jaar blijven gaan, omdat we het gewoon heel leuk vinden. En de kinderen er ook in opgroeien, dat ze dat later zelf ook gewoon lekker van de piste kunnen gaan.
Maar dan hoop ik dat ze ook gewoon lekker zo weer relaxed van de piste afgaan als dat het dit jaar ging. En hopelijk is hij er dan ook weer, dat hij ons dan weer met ons op pad komt. De laatste dag ging hij ook nog met mij en met Leon en Lucilla naar boven om een beetje te laten zien wat voor bergen er allemaal nog meer waren. Niet alle pistes waren open, omdat dus ook sneeuw heel veel gesmolten was en niet alle banen meer helemaal goed waren. Was een beetje jammer. Ze waren er een paar mooie blauwe pistes, routepistes, die helaas niet open waren, waar we dus niet met de kinderen van af konden, waardoor we dus eigenlijk een beetje van de alleen maar de rode pistes af konden of van de oefenbaan af kon. Oefenbanen waren trouwens wel super relaxed, ook voor Luan en voor Lucilla. Op een gegeven moment ging Lucilla ook gewoon recht toe recht aan, lekker hoppa, lekker alleen naar beneden. Het was zo leuk om te zien, ook als moeder zijnde vond ik het ook heel erg leuk om te zien hoe hun hebben genoten en wat voor stappen ze hebben gemaakt en hoe ze in hun zelfvertrouwen zijn gegroeid op de skis, zeg maar. Als ik even kijk naar vorig jaar, was het zo anders nog. Vooral Lucilla was heel bangig en ja, weet ik. Het is ook zo leuk om te zien dat Lucilla nu gewoon helemaal niet meer zo bang is als dat ze vorig jaar was. En vorig jaar was ze natuurlijk ook niet zo lekker. Dus wat dat op zich hebben we echt een heel erg leuke wintersportvakantie gehad. Alleen al altijd een beetje het nadeel als je thuis komt. Dus dat je weer heel veel was en zooi en de koffers uitpakken. Ik heb in principe bijna alles uitgepakt. Alleen deze roze koffer moet ik nog even uitpakken. Wasjes er even draaien. Maar als het ook allemaal weer helemaal spik en span is, dan kijken we terug op een superleuke, relaxte en gezellige, intensieve, leerzame wintersportvakantie. En ik hoop ook dat jullie dat leuk vonden. Dat je misschien ook een beetje leerzaam was. Misschien... zijn jullie nog nooit op wintersport geweest? Of wil je een keer op wintersport met je gezin? Heb je totaal geen idee hoe het eraan toe gaat als je op wintersport gaat? Nou, bij deze hebben we dat dus deze week kunnen zien. Hoe dat dus aan toe gaat. En dat het eigenlijk best wel te doen is om met je gezin op wintersport te gaan. En ook best wel heel erg leuk en afwisselend kan zijn dan de standaard zonvakanties die we wellicht allemaal wel kennen. Is dit toch... Het is gewoon weer eventjes een heel ander soort vakantie, een heel ander soort beleving, wat je dan toch gezellig met elkaar kan meemaken. Dus echt, top vakantie gehad. Nou, ik ga stoppen met mijn lange gepraat. Ik ga even verder met de koffers uitpakken. Nou, zo meteen lekker avondeten maken, want het is alweer bijna tijd om avond te eten. Ondertussen de was even gesorteerd in de lichte was en de donkere was. Deze kan nu eerst de wasmachine in de pasta van me net. En als deze klaar is, dan kunnen we het een donkere wasje draaien. En dan is de was ook weer gedaan. Zo, en ik hoor alweer de muziek op Luan's kamer. Hoi! Yay, ik ben weer lekker met je muziekjes bezig, jongen. Ja. Luan is helemaal blij dat hij weer zijn muziek-disco-kamer terug heeft, hè, jongen? Is dat improvisatie? Ja. Heel erg leuk, jongen. Nou, ik ga nog hier even door. Oké. Okay. Doei. Doei. Hallo, man. Hey, voor mijn Texas honey. Hey. Doe het niet voor honey. En ik ben weer beneden. Hey. Lixie zegt altijd als ik de camera aanzet. Hey. En wie zit daar op de bank? Is dat onze prinses? Ben je lekker op de bank geplaatst, schatje? Ben je lekker het zandkasteel trekken? Is dat zijn Toto? Hey. Hallo. Hallo. Moet ik jou kietelen? Moet ik jou kietelen? Oh ja. Die zit lekker tegen kietelen. Ja, schatje. Wat is er? Oh ja, ook jij. Moet ik jou ook kietelen? Moet ik jou ook kietelen? En Luxie, kan jij tegen kietelen? Nee. Waar is Luxie nou? Hè? Ik zie hier wel een voetje. Oeh, dat was wel Luxie. Mama. Mama kietelen? Ja. Nee, niet mama kietelen. Nee, niet mama kietelen. Poefie. Wat is het? Ja. Mama gaat even... Nee, niet onder mijn oogsel. Dat kan ik niet tegen. Dat kan ik niet tegen. Mama. Oh, Lexie, was je verstopt? Is Lexie verstopt? Hé, mama gaat even eten maken. Ik heb geen idee wat we in huis hebben. Ga weg, jij. Ik heb geen idee wat we in huis hebben. Maar volgens mij hebben we wel wat in huis. We moeten er eventjes... Kijken wat? Kijk, we hebben inderdaad nog een lekkere gezonde paprika. Laat het even op de gezonde toer houden. Geen bollo buffet meer. Tomaten. Komkommer. Pasta. Ja, ik heb nog gehakt. Heb je nog gehakt? Gehaktballen. En ik heb nog kip gehakt, zie ik hier. Nee, ik moet pennen. Ja, pennen met gehakt. En met tomaten en met paprika. Oh, we doen je gehakt doorheen. Ja, dan doen we de gehakt doorheen. Goed. Ja, we gaan pasta eten vanavond. Ik doe jou in de kikker. Kwak. Ja. Kwak. 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 Het is grappig. Wat grappig te zien is. Ik doe dit.
Rabbit. Ja, dat is Engels, hè? Heel grappig gezien. Nu we thuis zijn, het eerste wat kinderen doen, is eigenlijk precies wat ze altijd het liefst willen doen. En Lucilla die wil dus verkleden. Die trekt als eerst haar verkleedkleren aan. En Luan die gaat als eerst naar zijn kamer om zijn muziekjes op te zetten, hè? En Luxie die dwarrelt een beetje op ons heen. Ah, heb jij een tomaat gepakt? Oh, Luxie had altijd een tomaatje uit de vuist, hè, Lux? Oeh, lekker tomaatje uit de vuist. Schatje. Heel goed. Lustig een lekker paprikaartje. Hé, hey, wat ben je aan het doen, Luxie? Gekke Luxie. Kijk eens, pak maar een paprikaartje. Die, in de minimutte. 10 pond gutten. Papa! Die? Goed zo. Lucilla, paprikaartje. Ja. Luan. Er had nog eentje. Goed zo, jongen. Zo, terwijl de pennen hier lekker aan het gaarkoken zijn en ik heb hier wat kip gehakt in de pan zitten, heb ik met de tomaten, ga ik even gewoon het pureren. Anders dan plukken de kinderen de tomaatjes ertussenuit. Maar als ik het pureer, dan gaat het als een soort sausje doorheen, zeg maar. Dus ik heb de tomaten hier even gekookt. En die gaan we nu even een beetje pureren. Oh, dat klinkt een beetje raar. Dan heb ik hier de pennen. En hier hebben we de gepureerde tomaten. Die doen we ook erbij. Zo. En het kipgehakt doe ik erbij. Zo. Aan tafel. Hey, komen jullie lekker aan tafel? Ja, bijna. Checkpoint afkijken. Nou, ik het nog even warm in de pan. Goed, en Luxie dan. Waar is Luxie? Leg je bovenop papa? Oh, die fijn. Zo, eet smakelijk. Dat is lekker, hè? Dat is even weer van ouds lekker, hè? Ja. Vond je het nou weer een leuke vlog? Vond je het nou weer leuke wintersportvlogs? Doe dan even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op ons belletje. En we zien je graag morgen weer. Tot zo in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doeg. Voeg je hart bom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst bom mee.